Buurtwerk staat of valt bij de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zij vormen de drijvende kracht. Stellige overtuiging dat dat allemaal niet lukt als het geen draagvlak heeft in de wijken. En als er geen mensen in de bossen wijken zijn die dat willen ondersteunen. Zonder mensen zoals jij zijn wij eigenlijk, laat ik zeggen, onderhand. Letitia, je hebt net een oorkonde gekregen. Waar is die voor? Ja, voor mijn insecten, goede insecten in mijn buurt. Want ik wil voor mijn buurt, Gesterse buurt, opkomen. En wat doe je dan allemaal? Ja, gewoon vrijwilligerswerk. Overal meehelpen, keten in de buurt. Met die actie voor die aarde terug. Want we hebben winkelcentrum, mooi winkelcentrum, levend winkelcentrum nodig. En ook ja, voor de wijkwinkel, dat de wijkwinkel blijft staan. Dat mensen kan komen, lekker koffie drinken of gewoon met het probleem, kunnen we altijd helpen. En schoonmaakacties bijvoorbeeld? En schoonmaken als een lekker veilig schone buurt. Want met de schoon buurt is goed ook voor die wijk.